Nou, goedemiddag allemaal. Welkom hier, hè, bij prachtige Brugge, waarvoor we vandaag natuurlijk hier staan. Samen met Stichting Oerij hebben we dit ook eigenlijk neer kunnen zetten. En zo zijn er nog heel veel mooie plekken om het Oerij nog meer leven te brengen. En ik denk dat als we allemaal, en je ziet in Castricum is er al eentje en nu zijn er hier twee in Uitgeest. En dat verbindt elkaar. En ik denk als we dat allemaal nog meer terug laten komen, dan zien mensen ook nog steeds meer van het prachtige Oerijgebied. Ja, dames en heren, de wethouder heeft inderdaad het meeste van mijn speech ook al verteld aan jullie. Dus wat mij resteert is allereerst even de creator aan jullie voor te stellen. Dat is Rick de Visser hier. Die heeft in opdracht van de Stichting Oerij al vele jaren geleden, ik dacht 2015 zo'n beetje, ben je al begonnen met de vraag te beantwoorden. Hoe kunnen we het nou in vredesnaam dat Oerij wat diep in de grond ligt, hoe kun je dat weer zichtbaar maken en beleefbaar maken? En waar het voor ons alleen om draait is te zorgen dat de mensen, als ze het eenmaal kennis hebben genomen van wat er te zien is, moet je het eerst weten. Dus wij hebben als adagium ook, je moet het eerst snappen voordat je het ziet. Ik denk dat het nu het moment is om het grote moment voor de opening. Nou, mevrouw Kloosterman, een prachtige brug heeft Uitgeest erbij. Hè? Nou, twee prachtige bruggen, absoluut. Ja, heel trots op. Zijn we heel blij mee. Ja, ja, het refereert aan het Oerij dat hier heeft gestroomd. Ja, heel mooi hoor. Dat heeft natuurlijk een historie, dat heeft uitleg nodig. Hoe komen wij als inwoners en als kinderen op de hoogte hiervan? Nou ja, als inwoners wil ik vooral de inwoners uitnodigen om hier natuurlijk even naartoe te wandelen en over deze prachtige brug even te wandelen. En dan kunnen ze bij het informatiebord zien wat het allemaal betekent en hoe het stukje historie zit. Er staat ook een QR-code op, dus daar kunnen mensen altijd nog even wat meer informatie die nog wat meer willen weten. En voor de leerlingen van de scholen worden er gastlessen georganiseerd. En met name de Cornelis is ook de school hier het dichtst bij. Je krijgt een gastles van een iemand die oerei-expedities geeft. En zij hebben binnenkort het thema water, dus daar sluit het ook heel mooi op aan. En dan krijgen ze een gastles en dan neem ik aan dat ze ook hier even naartoe wandelen. Dus zo maken we ook eigenlijk de nieuwe generatie al bekend met een stukje cultuurhistorie van Uitgeest. Nou, meneer Hartveld, een bijzondere brug heeft Uitgeest erbij gekregen. Ja, ik ben ook heel erg blij dat Uitgeest deze gekozen heeft. En het zal ook bijdragen tot het grote plezier wat Uitgeesters hier ook hebben. Want het doet weer denken aan de ontstaansgeschiedenis ook van Uitgeest. Hè. 450 voor Christus waren hier al bewoners. En dat is fantastisch dat deze brug dat symboliseert. Dus de eerste ontstaansgeschiedenis van Uitgeest. Nou, dat is iets om trots op te zijn, denk ik. Dat is heel bijzonder. En ik heb begrepen, de Oerij, een rivier die al heel lang geleden door Noord-Holland stroomde, dat is dit een aftakking van het water waar we nu bij staan? Ja, ja, zeker. Dus dat hebben we helemaal uitgezocht, hoe het oude Oerij gelopen heeft. En daar hebben wij ook gewoon laten ontwerpen wat voor type brug daar dan bij hoort. En als je goed kijkt naar het motief in de brugleuning, dan zie je ook daar de oude rivier stromen met wat vertakkingen. En dat symboliseert eigenlijk het oude Oerij, wat hier dus gewoon de bovenste aftakking van de Rijn was. En ongeveer in 100 na Christus ook dichtgeslipt is. En toen vervallen is en in de grond eigenlijk verdwenen is. Maar wij willen ook dat mensen zich bewust zijn hoe dat allemaal ontstaan is en waarom het zo mooi is om dat weer te herbeleven middels deze brugleuningen. Want het water is inderdaad een aftakking van de oude Oerijrivier. Dus de zien, zoals dit water heet, dat ligt er al heel lang? Ja, dat ligt er al zeker heel lang en waarschijnlijk al vele duizenden jaren. Dus zo oud is dat. En het was een aftakking van de rivier de Rijn. De noordelijkste
aftakking. En dat is ook wel omdat er ook de Romeinen hebben daar nog vestingen in de buurt van Velsen. Hebben nog vestingswallen gemaakt en hele vestingen ook nog. En dat was ook al een teken. Er zijn veel opgravingen gedaan. Ook hier in Uitgeest. En dan zie je ook hoe oud de bevolking hier ook geweest is. Dus er zit zoveel nog in de grond wat symbool staat voor de oudste bewoners hier in Uitgeest. Dat is wel mooi om te weten. Nou is die brug, hij is mooi vormgegeven. Hij is van staal, niet van roestvrij staal, want hij begint al te roesten. Ja. Maar 's avonds in het donker, dan zie je hem niet natuurlijk. Nou, dat gaat nog veranderen. Dus hij gaat verlicht worden aan de binnenkant. En wil ik ook de Uitgeesters uitnodigen om eens langs te lopen. En dat de weerschijn op het water, dat is echt een feeriek gezicht. En dit is speciaal staal. Dat heet kortenstaal en dat oxideert een beetje, dat wordt bruin. Maar dat betekent ook dat je daarna geen onderhoud eraan hoeft te doen. Dus dat is gewoon heel economisch gezien heel verstandig. En het geeft ook niet af meer, dus dat is speciaal staal wat ook voor deze toepassingen gebruikt kan worden. En het ziet er schitterend uit.